Als ik op locatie een portret ga maken, dan ga ik eigenlijk altijd op zoek naar mooi licht. En mooi licht, dat vind je vaak op de gekste plekken. Soms bij een wc-raam. Ik ben eigenlijk vaak op zoek naar gericht licht. Dus licht met een heel duidelijke richting. Vandaag ga ik een foto maken van Johanneke. En ik wil daar een beetje een soort Rembrandt-licht bij zoeken. Een hele klassieke manier van verlichten. Ik heb hier een ruimte gevonden. Daar komt nu eigenlijk nog licht van allerlei kanten. Dus het licht komt van heel veel verschillende richtingen. En ik ga dat zoveel mogelijk proberen te sturen. Dus ik begin eigenlijk door met deze lamp uit te doen. Dus ik ga eigenlijk heel veel licht weghalen. Oké, en hoe meer licht ik weghaal, hoe gerichter het zal worden. En dat is precies wat ik wil hier. Thuis kun je dat gewoon met een gordijn doen. Stukken zwart doek. Ik ga zo met heel weinig licht werken. Vandaar ook dat je ziet dat ik een statief heb gepakt. Want ik kan nu niet meer uit de hand fotograferen. En ook het model zal zo vrij stil moeten staan. Nou komt dat wel mooi uit. Ik vind deze locatie heel erg bij Johanneke passen. En ik wil een beetje een klassiek, wat statig portret maken. Nu ga ik natuurlijk mijn model in het licht zetten. Johanneke, zou jij eens proberen niet al te ver, al te dicht op de achtergrond te gaan staan, want die wil ik een beetje onscherp in beeld. Ja. En wat ik belangrijk vind is, ik heb nu natuurlijk vrij plastische verlichting, heel gericht licht. Dus het licht valt over deze kant van het gezicht. Maar ik wil ook dat ik in dit oog nog een beetje licht krijg. En hier krijg je eigenlijk zo'n driehoekje van licht. Dus dat vind ik wel belangrijk. Ik kan eens een klein stukje die kan opdraaien. En dan zie je dat het op een gegeven moment verdwijnt. Draai maar wat door hoor. Kijk, en nu krijg ik zo'n tweedeling in het gezicht. Eén lichte kant, één donkere kant. Dat is niet wat ik wil, maar ik wil juist ook hier een beetje licht in de ogen. Dus draai maar weer een klein beetje terug. En dat is eigenlijk een hele klassieke manier van verlichten. Kijk maar eens naar schilderijen van Rembrandt en Vermeer. Die deden dat ook op die manier. Maar het is eigenlijk een manier die je nog prima kunt gebruiken. Oké, draai maar een klein beetje meer nog naar het licht toe. Ja, dit is prima. Oké. Nou, mooie statige blik. Ja, oké. Histogram bekijken. Hij mag ietsje donkerder. Oké. Ga maar een klein stukje dichter naar het raam toe nog. Ja, dat is prima. Nou, wat ik nu heb gemaakt, dat is eigenlijk die Rembrandt-verlichting. Wat ik nu ga doen, is ik ga nog verder van mijn licht wegdraaien eigenlijk. Dus ik fotografeer zelden met mijn licht mee, maar ik draai eromheen. Dus ik loop nu om mijn licht heen. En ik ga bijna een tegenlichtopname maken. Ik ga Johanneke nu een beetje voor een donkere achtergrond zetten. Dus ik kom een klein stukje naar achteren. En ik wil eigenlijk precies hier een lichtstreepje over het gezicht, maar tegen een donkere achtergrond, zodat ik wat je noemt een low-key foto kan maken. Ik mag een klein stapje naar voren doen. En ietsje meer naar het licht. Ja, dit is goed zo. En ook dit is eigenlijk weer een vrij klassieke manier van verlichten. Kan je eens een klein stukje verder omhoog kijken? Zodat ik wat meer licht in je ogen krijg. Ja, dit is prima. En je mag ietsje meer naar het licht toe draaien. Ja, dit is prima. Kan je nog een klein stukje naar mij toe draaien? Oké. In dit geval laat ik Johanneke ook niet in de lens kijken. Dus ze kijkt nu buiten beeld. Dat doe ik nu heel bewust, omdat je dan eigenlijk een beetje een wat dromerige, afwezige sfeer krijgt. Dus als iemand niet in de lens kijkt, dan geeft dat een heel ander effect dan wanneer hij wel in de lens kijkt. Als hij wel in de lens kijkt, dan zal hij later ook de kijker echt aankijken. En dan maak je meer contact met je model. Nu blijft ze meer in haar eigen wereld. En dat komt een beetje dromerig komt dat over. Probeer ook maar een beetje wat Paul Huf noemde leeg te kijken. Dus je kijkt daarna zonder dat je iets ziet eigenlijk. Dus je moet niet een soort geconcentreerde blik krijgen, maar eigenlijk heel leeg kijken. Je hebt net gezien dat ik begon met heel veel licht weghalen, zodat ik nu een vrij contrastrijk beeld heb gekregen. Als dat te veel wordt, als je vindt dat je donkere partijen te donker worden, dan kan je die natuurlijk ook weer ophelderen. Dat kan onder andere met een stuk piepschuim. Als ik dat hier hou, dan zie je eigenlijk al wat er gebeurt.
En ik kan eventueel ook aan het model vragen of zij hem even vast wil houden. Kun je hem eens vasthouden zo? En dan zie je dat die donkere schaduw hier, dat die al opgehelderd wordt. Nou, dat kan heel eenvoudig met een stuk piepschuim. Je hebt er ook, laat ik deze weer even overnemen, speciale reflectieschermen, die zijn ervoor gemaakt. Die kan je meenemen op locatie, die zijn handig om op te vouwen. En nou zie je dat dit meteen vrij heftig de schaduw opheldert eigenlijk. Kan jij hem eens vasthouden? In dit geval zou ik er zelf niet voor kiezen om het op deze manier op te helderen. Ik zal laten zien wat dit in de foto doet. Maar dan zie je in ieder geval wat je daarmee kan doen. Probeer hem ietsje lager te houden. Maar probeer ervoor te zorgen dat hij wel dat hij licht in jouw gezicht reflecteert, zeg maar. Ja. Oké, zo is die. Prima. Nou, je ziet dat het nu flink opgehelderd wordt. In dit geval vind ik het eigenlijk een beetje jammer van de verlichting. Maar het zijn wel heel eenvoudige hulpmiddelen om op locatie eventueel je contrast weer wat te verlagen. En toch nog wat licht weer toe te voegen. Dankjewel. Ik zal hem weer opvouwen. Mooie foto geworden. Fotograferen is nog altijd schrijven met licht. Ga op locatie op zoek naar mooi licht en speel ermee. Mooi licht is eigenlijk al de helft van een goede foto.